Dag Stefaan, de biotechsector staat deze dagen volop in de kijker. Onno van de Stopen is door het Weekblad Trends verkozen tot manager van het jaar. En we hebben in de VS onlangs ook de Biotech Showcase gehad. Het wereldwijde treffen voor investeerders tijdens de jaarlijkse healthcare conference van JP Morgan. Die sector heeft de wind in de zeilen? Die sector heeft de wind in de zeilen en vooral in België ook. Als we kijken, vorig jaar Galapagos is toen meer dan 150% gestegen op de beurs. Argenx met 70% gestegen. Dus wat we zien is dat in België een aantal bedrijven het zeer goed doen met zeer beloftevolle ontwikkelingsprogramma's. Als we kijken op de beurs, dan zien we dat ook de belegger daar wel trek in heeft. Argenx heeft recent gepiekt op een recordkoers van net boven de €150. Dat succes is geen unicum, hè? Na die sterke koersprestatie zien we dat vandaag Argenx een marktkapitalisatie heeft van 5,5 miljard, Galapagos 12 miljard. Dus dat zijn al grote bedrijven, ook als we dat in BEL 20 perspectief plaatsen. We hadden een aantal jaren geleden ook Abelinks dat aan een hoge waarde verkocht is. Dus we zien in België echt een ecosysteem, een kenniscentrum in de biotech dat eigenlijk vrij uniek is in Europa. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat investeren in biotech een risicovolle investering blijft. Biotech is inderdaad risicovolle investering. We hebben het nu over de succesverhalen gehad, maar er zijn er toch een aantal verhalen die ook het veel moeilijker hebben. Denk maar aan Asit Biotech bijvoorbeeld in België. Galapagos en Argenx hebben het heel goed gedaan. Belangrijk daar is natuurlijk dat je voldoende diversifieert. En je kan diversifiëren op een aantal manieren. Eerst en vooral kan je in die bedrijven investeren die zelf al een diversificatie bieden. Denk aan Galapagos en Argenx die producten ontwikkelen voor meerdere ziektebeelden. En daarnaast moet je ook voldoende diversificatie in je portefeuille hebben met verschillende aandelen. Zo hoop je dat in je portefeuille die bedrijven waar het slecht afloopt, dat je een overcompensatie krijgt door die bedrijven waar het goed afloopt. Galapagos, sinds de beursintroductie is het met een factor 30 gestegen, Argenx met een factor 20, dus je hoopt dat die overcompenseren voor die bedrijven die naar nul gaan. Stefaan Genoe, bedankt voor dit gesprek. Tot binnenkort. Graag gedaan.